conclusie. Je zou in dit soort gevallen toch tempo moeten maken. Dan zie je Schepers. Gescoord 1-0. Een situatie waarbij Kluizen Schepers kan vinden die doorkomt rechts vanaf het middenveld. En die scoort 1-0 voor Heracles. Bij Heracles. Wat een wilde. Wets. Scoort 2-0. De situatie in de 11e minuut van de tweede helft. Waarbij de bal via Lalopua weer terugkwam bij Mets. En eigenlijk bij de dichtstbijzijnde paal 2-0 scoort. En dit zal een enorme verlossing voor Heerenveen. De rechterkant vrije ruimte voor Poel. Nu is het duel buitenom niet aan. Hij probeert het nu met de linkervoet. En het is 3-0 via Ter Mors. Een situatie waarbij Poel doorkwam via de rechterkant. De binnenkant links schiet. En daarna Ter Mors gebruik kan maken van het slechte 16 meter gebied. Hobbelig veld, 3-0. En maakt eigenlijk Ter Mors aan alle onzekerheid een einde voor Heracles.